probeer zo te lezen, vanmorgen mee te lezen met mijn gemeente, dat u overal waar Israël staat, gewoon ook letterlijk Israël laat staan. En niet denkt bij uzelf, dat zijn wij. Want het gaat in de eerste plaats over Israël, ook in de psalmen, maar ook in het Oude en Nieuwe Testament. Ezechiël 37. En we lezen de eerste 12 versen en daarna over de profeet van het tienstammenrijk, Hosea, het derde hoofdstuk, de eerste 5 versen. Langer is dat hoofdstuk niet. Maar eerst Ezechiël 37. De hand des Heren die was op mij. En de Heren die voerde mij in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En het deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom en zie, er waren zeer velen op de grond der vallei en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en ge zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering en de beenderen die naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op en hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen, en ze werden levend en ze stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Hosea 3. Hosea 3, vanaf het eerste vers. En de Heere die zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar ze zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. En ik kocht haar, mij voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog aan een andere man geworden, en ik ook naar u. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim.
Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Tot zover, gemeente.